U krijgt binnenkort een onderzoek met de MRI. Een MRI is een sterke magneet die met radiogolven plaatjes kan maken van uw lichaam. Voordat u een MRI-onderzoek krijgt, vult u thuis een vragenlijst in. Dit kan via mijn spaarne gasthuis of via het formulier bij de afspraakbrief. Het is erg belangrijk om voor het onderzoek te weten of u geen magnetische of elektronische voorwerpen in uw lichaam heeft. Deze kunnen namelijk gevaarlijk zijn in het MRI-apparaat. Denk bijvoorbeeld aan pacemakers, insulinepompen, kunsthartkleppen, vaatclips aan de hersenvaten en inwendige gehoorprotheses. Deze voorwerpen mogen soms helemaal niet in een MRI-apparaat en soms alleen onder bepaalde voorwaarden. Ook kleinere metalen of magnetische voorwerpen zoals sieraden, sleutels, haarspelden, gehoorapparaten, bankpasjes, muntgeld en telefoons mogen niet in het MRI-apparaat. U kunt deze het best thuis laten of achterlaten in de kleedkamer bij de onderzoekskamer. In uw kleding mag ook geen metaal zitten, zoals ritsen of knopen. U kunt zich omkleden in de kleedkamer en bijvoorbeeld een joggingbroek en t-shirt aantrekken. Per onderzoek kan de voorbereiding verschillen. Lees daarom ook goed de folder door. Deze is te vinden op de website, via de link in Mijn Spaarnegasthuis of bij de afsprakenbrief. De MRI is op de afdeling Radiologie van het Spaarnegasthuis. U meldt zich aan en neemt plaats in de wachtkamer. Zorg ervoor dat u minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig bent. De laborant roept u binnen en vertelt u welke kleren u uit moet doen. Ook neemt de laborant een vragenlijst met u door. Nadat u zich heeft omgekleed, gaat u liggen op de onderzoekstafel. De laborant helpt u met het vinden van een goede houding. Het is namelijk belangrijk dat u niet beweegt tijdens het onderzoek. U moet zo lang mogelijk in dezelfde houding blijven liggen. Bij sommige onderzoeken gebruiken we contrastmiddel om het beter te kunnen zien. U krijgt dat via een infuus. U krijgt vaak een extra kap over het lichaamsdeel dat we onderzoeken. Deze kap stuurt de informatie naar de computer. Een MRI-onderzoek bestaat uit meerdere scans van een aantal minuten. Het onderzoek duurt in totaal tussen de 10 minuten en een uur. Tijdens het scannen maakt de MRI hardkloppende geluiden. Daarom krijgt u een koptelefoon op voor gehoorbescherming en kunt u muziek luisteren als u dat wilt. U schuift met de onderzoekstafel het MRI-apparaat in. Deze is aan beide kanten open. Tijdens het onderzoek zit de laborant buiten de MRI-ruimte. Via het raam kan de laborant u zien. Via een microfoon of intercom kunt u met elkaar praten. Daarnaast krijgt u een noodknop mee. Hiermee kunt u ieder moment contact maken met de laborant. De laborant vertelt u wanneer het onderzoek klaar is. U schuift op de onderzoekstafel het MRI-apparaat uit. De laborant verwijdert de kap die geplaatst is en mogelijk de infuusnaald. Daarna kunt u zich weer omkleden. De radioloog bekijkt de beelden die de MRI maakt. Het verslag hiervan gaat naar uw arts. Deze arts bespreekt de uitslag met u. Als u de datum van het MRI-onderzoek weet, kunt u meteen een afspraak maken voor het bespreken van de uitslag. Voor meer informatie neemt u contact op met de poli-radiologie van het Spaarne Gasthuis.